In Wietum trof PEC Zwolle zaterdagmiddag voor het eerst deze voorbereiding een tegenstander uit de Eredivisie. Met Leemans en Van Krooi in de basis werd er geoefend tegen Excelsior. En in de eerste helft is het voornamelijk Zwolle dat het spel maakt. Met de vrije trap van Leemans. Wordt ingekopt door Flemming. Via de paal voor de voeten van Mike van Duinen. En hij schiet de bal hard tegen de touwen. Een vroege voorsprong voor de Zwollenaren. Sonny Stevens met de uittrap. Het goed doorjagen van Van Duinen. Van Duinen sterk in het duel. Legt hem af op Flemming. En Flemming schiet keurig binnen en zet ermee PEC Zwolle op een 2-0 voorsprong. Kenneth Paal op Van Krooi. Leemans vindt Flemming. De overtreding en de vrije trap voor PEC Zwolle. Zian Flemming en Hamer achter de bal. Wordt genomen door Flemming, maar de redding van Stevens op de vrije trap van Zwolle. Stevens met de uittrap. Leemans, Flemming, Leemans. Leemans stuurt met een prachtige bal van Duinendiep. En de spits van Zwolle kan de 3-0 maken en daarmee zijn tweede van de middag binnenschieten. En zo leidt PEC Zwolle ruim in die eerste helft. En in die eerste helft wordt de score nog verder uitgebouwd. Met Van Polen. Het balletje op Flemming. En hij schiet voor rust de 4-0 binnen. In de tweede helft weet PEC Zwolle nog eenmaal te scoren. De corner van Gustavo Hamer. En deze wordt binnengewerkt door Zian Flemming. En zo maakt Zian Flemming zijn derde doelpunt van deze middag. Excelsior probeert dan nog wat terug te doen met Michael Andersson. Maar dit schot van afstand gaat naast het doel van Diederik Boer. En zo wint PEC Zwolle eenvoudig van Excelsior.